de avond voordat ik naar Londen ga. You are amazing. Super proud of you. Gisteren moeten overgeven. Het is vandaag dinsdag en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Zoals jullie misschien weten, ging ik dus naar Londen en ik heb daar eigenlijk amper gevlogd. En daar wil ik sorry voor zeggen, maar ik heb er wel een reden voor. Ik heb eigenlijk best wel veel gevlogd van wat ik kon vloggen. Maar het was ook een beetje... Kijk, ik maakte natuurlijk daar nieuwe... Waar is mijn andere ketting? Oh. Ik maakte daar natuurlijk nieuwe singles, maar die kan ik niet laten horen. En eigenlijk waren we 24/7 bezig met nieuwe singles maken. Gingen we 's middags soms eventjes wat eten ergens en 's avonds wat eten. Als ik dat zou filmen, zou je alleen maar eten krijgen. Dus het was eigenlijk bijna onmogelijk om te vloggen. Ik heb daar volgens mij wel een beetje gevlogd. Dus alle beelden die ik heb gemaakt, laat ik nu zien. De avond voordat ik naar Londen ga. Ik ben er best wel zenuwachtig. Maar, zijn haren... Ik wilde jullie even laten zien hoe ik alles heb ingepakt. Ik had gewoon echt geen tijd vandaag om een video op te nemen. Ik ga het even laten zien. Laten we beginnen met dit vak. Hier zit zeg maar deze kan zo omklappen. Hier zit al mijn ondergoed in. Dit is een stekkerdoos. Een Engelse stekker. Extra schoenen voor als we iets bijzonders gaan doen. Dan klap je deze om. En deze kan je dus gewoon dichtritsen. Dan zit hier, hier zit tampons voor de zekerheid. Tandenborstel. Ik heb alles in kleine dingetjes gedaan en alles in plastic shizzle. Hier zit al mijn kleding. En hier zit een colletje. Ik hoop dat je het goed ziet. Dit is een hemdje. Dit is een shirtje. Dit is een legging. Dit is een lange mouw shirt. Dit is een hemdje. Dit is een slaapshirt. Dit is een t-shirt die ik aankan. Dit is een t-shirt aankan. Dit is een t-shirt die ik aankan. Hier zitten washandjes. Hier zit een zwarte broek. Hier zit een jeans. Dit is nog een topje voor als we iets bijzonders gaan doen. Die had ik in Ahoy aan met een velvet broek voor de zekerheid erbij. Dan gaan we naar deze tas. Hier zit een vakje. Ik hoop dat ik hem open krijg met de hand. Ja. Daar heb ik dit in zitten. In het achterste vak heb ik een vest zitten en waarschijnlijk komt er nog een set erbij. En ik doe mijn make-up tasje waarschijnlijk in mijn tas gewoon. Dat vind ik wel fijn. Maar ik twijfel nog of ik het misschien in twee delen inpak. Dat ik één deel hierin doe en één deel in mijn tas. Want ik hoef niet alles bij me te hebben ook natuurlijk. Dus ik denk dat ik dat nog even ga splitsen. Maar ja, dit doe ik aan. Deze broek doe ik aan. Lekker joggingbroek. Een wit t-shirt, leren jasje. Gewoon heel chill. En dan doe ik daarbij... Oh, deze moet ik nog inpakken trouwens. Dat is wel chill, omdat je niet elke keer op pad hoeft te gaan met je rugtas natuurlijk. Verder doe ik trouwens hier nog mijn laptop in. Ja. Waarschijnlijk als ik aan Stef vertel hoeveel ik mee heb, gaat hij me echt uitlachen. Ik ben nu ingecheckt en alles, maar... ik had echt stress, jongen. Ik wist echt niet waar ik heen moest. En ik zit even bij de Mac. En ik heb koffie en pancakes. Maar ik ga ze even stof bellen. Ik had echt mega erg stress. Ik wist echt niet waar ik heen moest. Ik zit hier. Goedemorgen, ik heb de hele tijd niet gevlogd, want gisteren had ik, even voor de mensen, volgens mij weet bijna niemand dat, maar ik heb heel erg zo'n last van heimwee en gisteren moest ik heel erg wennen aan waar ik was en gewoon liggen niet aan hun ofzo, ze zijn super lief voor me, maar ik moet daar gewoon altijd heel erg aan wennen. En ik heb ook nog erg last van maagziekte, dus ik heb gisteren moeten overgeven. Waardoor ik me ook best wel ziek voelde. En waardoor ik eigenlijk super weinig heb gegeten ook de hele dag. Omdat ik me elke keer toch niet, ja, weet je, ik had gewoon echt geen honger.
van, toen gingen we gisteravond nog bowlen, dus het was super gezellig. Maar ik dacht, nou weet je, ik ben eerst eventjes een dagje en dan vandaag gewoon vol aan de bak. Eigenlijk. Dus ja. Wat wil ik nog zeggen? Ik ben gisteren echt tijdens het facetimen met Stef in slaap gevallen gewoon. Zo, we hebben net de voice gekeken. What do you think of my knockout? You are amazing. Super proud of you. Killed it. It's real good. I'm not filming. Alright. Yeah. En we zijn nu bij Nando's en ik ga voor het eerst Nando's eten. My first time. What's that? Nando's UK. I have like 3 chicken thighs, but they didn't have one, so I'm the only one with an extra burger. Dat waren dus mijn beelden uit Londen en ik heb het wel echt super leuk gehad. Mijn haar is trouwens echt super raar. Dit is helemaal in de klit. Dus dat moet ik zo even uitborstelen. Maar ik ben echt super moe, want we stonden daar heel erg vaak om 1 uur of zo pas op. En dan gingen we om 3 uur 's nachts naar bed. En thuis sta ik altijd om 8 uur op en ga ik rond 11 uur, 12 uur naar bed. Dus ik ben helemaal een beetje een soort van jetlag, terwijl er geen echt tijdverschil was. Ja, 1 uur. En ik merk het echt aan alles. Dus ja, super kut. Oh ja, en ik moet vandaag even een goede selfie maken voor mijn members. That's what I need to do. Verder moet ik vandaag mijn koffer en mijn kamer opruimen. Vloggen, sporten en een moodboard maken voor iets van de komende tijd. Hey, niet schrikken. Ik heb een masker op. Ik denk altijd van, ik kan wel gaan vloggen. Maar dan ziet het er uiteindelijk super raar uit. Lol. Taylor heeft me de eindversie van de nieuwe single gestuurd. En dat vind ik echt super leuk. Dus die ben ik echt non-stop aan het draaien. Verder heb ik iemands beantwoord. En ik heb ik had sponsor deals, was ik even mee bezig. En vooral een beetje uitgerust, want ik ben nog steeds super moe en het is echt super irritant. Dus ik ga vanavond gewoon lekker een beetje uitrusten weer en mijn kamer even een beetje opruimen, mijn koffer uitruimen. Dat is eigenlijk het enige wat ik ga doen, dus ik ga denk ik vandaag niet meer vloggen. Morgen ga ik met Stef foto's maken voor zijn Insta, voor mijn Insta. En volgens mij koffie drinken en verder heb ik... Oh ja, morgenochtend ga ik sporten met Hanna. En s'avonds heb ik weer dansen na echt 1000 weken. Dus dat is super leuk. Vrijdagavond komt Stef hier volgens mij. Dat is ook leuk. Want we hebben gewoon weer een weekend samen in plaats van maandag. Zeg maar maandag, dinsdag waren we ook samen. Vanavond niet. Maar nu hebben we gewoon eventjes een weekend samen. Dus dat is heel erg leuk. Zaterdag heb ik de housewarming van mijn zus en een vriendin. En zondag gaan we skydiven met Beachmasters. Dus ja. Mijn lippen lijken echt super groot nu, trouwens. Eigenlijk lijk ik nu echt mega knap, maar dan gaat dat maskertje weer af. En dan zie je weer de lelijke dingen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is letterlijk 6:15. You. Get alive. Ik moet weer even in het vlogroutine komen. Ik heb me nu omgekleed om te gaan sporten. Dus ik heb een sportleding aan. Dat is really logisch. En ik dacht, zou ik even een preview laten horen van mijn nieuwe single? Hier komt ie. Ik weet dat jullie de rest ook willen horen, maar het komt er echt wel snel aan. Maar alleen het deuntje al is echt super leuk. En oh, ik kan niet wachten. Het is zo leuk. Vooral voor in de zomer. En ik ben gewoon zo way too excited. De reden dat ik trouwens ook minder vlog is omdat ik ook minder kan vloggen. Omdat ik heel veel dingen aan het voorbereiden ben. Voor dat die dingen, zeg maar. Ik heb hier een puist. En hier. So that's nice. Ik ga morgen trouwens mijn nagels op laten halen. Ik was niet heel tevreden over hoe het eruit zag.
Maar ik heb het ook overheen gelakt. Dus het werd op een gegeven moment oranje. En toen dacht ik zo, dit is eigenlijk niet de bedoeling bij acrylnagels. Dus ik denk dat ik nog even mijn oksjes moet scheren. Of in ieder geval even checken of het allemaal oké is daar. Want we gaan wel sporten en we gaan wel die armpjes omhoog doen. Dus ja, en dan ga ik om 7 uur sporten. Heb ik daar zin in? Nee, niet echt, nee. Maar vanochtend zou ik ook weer gaan, maar ben ik ook niet gegaan. Dus ja, en morgenochtend ga ik weer. Dus ik vlog eigenlijk best wel weinig deze week. Maar zondag ga ik iets heel leuks doen. Dan ga ik naar de skydive. Ik ga skydiven. Indoor skydiven met Stef. Dus dat is super leuk voor Beachmasters. En wat ga ik verder doen? Volgens mij heb ik verder even geen plannen deze komende weken. Goedemiddag. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag mijn nagels eraf laten halen. En ik ben echt best wel blij dat ze eraf zijn eigenlijk, want ik was er een beetje moe van. Ik ga zo even met mama naar het dorp en dan moet ik een paar pakketjes wegbrengen. En verder, ja, dat is het eigenlijk. Ik weet niet of ik nog iets ga kopen. Dit is mijn outfit voor vandaag. Deze komt van Only, deze komt van Bershka. Lekker black on black. Love it. Ik ben weer terug van het dorp en ik heb, kijk, dit fotolijstje gekocht. En aan de achterkant is die, zeg maar, zo. En dat is een foto met Stef en mij. En ik heb deze dan ook uitgeprint en die heb ik hier dan gehangen. En ik heb even weer mijn kamer een beetje opgeruimd. Mijn bed kraakt zo erg. Ik ga om 6:45 ga ik even lekker sporten. En dan ga ik daarna denk ik stop met vloggen, want dan heb ik gewoon even een gezellig avondje. En morgen heb ik de housewarming van mijn zus in Haarlem. Dus misschien vlog ik dan alleen overdag of zo. Misschien ben ik morgen met Stef, maar dat weet ik niet zeker. En zondag gaan we iets heel erg leuks doen. Dan gaan we indoor skydiven. Dus dat maakt denk ik de vlog ook wel wat langer. Dus ja, ik moet echt weer even inkomen met de vlog. Omdat ik eventjes een tijdje uit ben geweest. Ik voel me echt Annanoesje, want Annanoesje had dat ook. En nu dat ook. Oké, joh, je mag niet zeggen dat je Annanoesje bent. Oké, okay, sorry. Vandaag ga ik iets superleuks doen. Beachmasters hebben namelijk gevraagd of ik iets van mijn bucketlist wil afstrepen. En ik heb altijd al wel eens willen weten hoe het is om te zweven. En ik wil dit altijd wel eens voelen. Ik vind echt skydiven nog wel een beetje eng. Dus we gaan indoor skydiven. Super cool. En ik ga het samen doen met Stefan. Peace. Superleuk. Ik vind het echt super spannend. Dus let's go. Wij gingen net indoor skydiven en het was echt vet leuk. En als het goed is hebben jullie een paar beelden gezien, maar de rest komt binnenkort online op mijn YouTube kanaal. En het was echt eng en leuk en ik ben echt heel moe. Het was een samenwerking met Beachmasters. Wat is er? Niks. Dus... Dat was mijn verhaal. En dit is Stefan. Hallo. Hallo. In ieder geval, wij gaan nu even naar Stef toe.
Dus dan ga ik niet meer vloggen. Naar de birthday from his daddy. We hebben een vet leuk cadeau. Doei. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei.